Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van het vergunningenbeleid is het van groot belang dat er een nauwere samenwerking komt tussen de bestuursdiensten en het ministerie van Handel en Industrie. Dit blijkt uit een recente ontmoeting die minister Sigrid Burleson had met de districtscommissarissen. De ontmoeting had plaats op het ministerie van Handel en Industrie. Tijdens het gesprek is door de DC's aandacht gevraagd voor de kwestie van de verstrekking van een hinderwetvergunning. De DC's zeggen dat het in de praktijk voorkomt dat mensen eerst in aanmerking komen voor een fabrikantenvergunning en daarna een aanvraag doen voor een hinderwetvergunning. Deze volgorde zorgt voor heel wat problemen. Tijdens buurtonderzoeken wordt namelijk vaak protest aangetekend door de buurtbewoners, waardoor het moeilijk wordt om te ondernemen. De deken van de DC's, Roline Samsudin, deed daarom het verzoek aan HI-bewindsvrouwen of aan de HI-bewindsvrouwen om de voorwaarden bij de KKF te plaatsen. Een ander aandachtspunt betreft het probleem van smokkelwaar. De DC's worden vaak geconfronteerd met de verkoop van illegale sigaretten en alcoholische dranken in de winkels. Ook het verhandelen van brandstof in vaten werd onder de aandacht van de minister gebracht. Om deze illegale praktijken aan te pakken, is er om assistentie van de Economische Controledienst gevraagd. Minister Burleson vindt dat goede communicatie noodzakelijk is. Ze deed de toezegging dat er samengewerkt zal worden om te komen tot oplossingsmodellen voor de diverse problemen.